Dat de Nationale Assemblee 3 dagen in discussie is getreden met andere maatschappelijke organisaties en deskundigen over het nieuw burgerlijk wetboek en de Nationaal Risicoanalysewetten, is er een goede basis gelegd om verder te werken aan de formalisatie van deze wetsproducten. Dit zei DNA-voorzitter Marinus Beek gisteren bij de afsluiting van de Academische Week. Het concept van deze Academische Week, die voor het 3e jaar is georganiseerd, lijkt positief bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Onze eerste Academische Week hadden we toen als issue grondrechtenvraagstukken. Ja? Partijen, fracties waren heel ver van elkaar. Het heeft ons opgeleverd een conceptwet. We hebben toen de wijziging van onze kiesstelsel heel ver van elkaar. Na onze Academische Week zijn er een aantal conceptwetten geboren. En uiteindelijk is DNA bijeengekomen en daaruit hebben we 1 conceptwet als Nationale Assemblee ondersteund. En die wet hebben we hier aangenomen. En nu onze nieuwe BW. Zie u al hoe lang we bezig zijn. En ik bedank mevrouw Veira met haar keiharde statement. Ja, men zou zeggen, ze heeft ons met de feiten op onze neus gedrukt. Van als u uw verantwoordelijkheid niet neemt als Nationale Assemblee, gaan anderen het moeten doen. Want die rechtsontwikkeling moet doorgaan. Bey zei verder dat alle gegeven adviezen meegenomen zullen worden. Hij is tevreden met de invloed van elke belanghebbende, maar vooral met de adviezen gegeven door de deskundigen. DNA-voorzitter benadrukt dat het bij de Academische Week draait om de input die anderen aan DNA kunnen meegeven. Laat mensen begrijpen dat soms dat politiek gedeelte soms in algemeen belang we aan de kant moeten zetten. Maar ik geloof in dit parlement, ja, dat we dit ook kunnen oplossen. We hebben hier bijvoorbeeld die toerismeautoriteitwet en toerismewet aangenomen. Mevrouw Huur, u was voorzitter van die commissie. En die wet was bijna 30 jaar hier in het parlement. En dit parlement heeft het ook aangenomen. Dus we geloven dat we met het nieuwe BW we ervoor zullen zorgen dat we het ook gaan aannemen. Bey gelooft dat de Academische Week heeft bijgedragen aan de kennisverrijking van de leden. Hij kijkt ook uit naar de herstart van de vergaderingen in DNA en hoopt op actieve en pittige bijdragen van de leden.